En vind je deze vlog nou leuk? Duimpje omhoog. En natuurlijk eventjes je eigen aanmelden. Dat is ook rechtsonder. Maar ik heb ook wat voor Rijka gekocht. Een jasje. Nou, deze is rijk met de groep. Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, en welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer 10 maart en we leven alweer eventjes rond een uur of 9. Ja, die is achter en ik ben voor, dus ja. Ik zal wel even kijken hoe laat ik het heb. 9 minuten over 9, ik ben 3 minuten ongeveer voor, dus ja. Komt helemaal goed. Waarom ik zo vroeg uit ben? Nou, ik moet bij de weiden uit. Ik moet om 10:30 moet ik bij de, nou niet bij de huisarts, maar bij de assistenten van de huisarts zijn. Omdat ze weer als vampier gaan spelen, zo noemen wij dat. Ja, gewoon gezellig. Ze spelen voor vampier, want ze moeten bloed hebben. Ja, nou ja, oké. Doen we dat toch even. En dat is 10:30 moet er zijn. En dan moet ik de 15e moet ik weer heen. Dat is over 5 dagen, dus dat is andere week alweer. Ja, dan moet ik weer heen, maar dan mag ik naar Linda toe. En dan moet ik mijn longtest doen, ja. En dan moet ik wegen, weet ik veel. Ik moet mijn medicijn allemaal meenemen. Nou ja, dan doen we dat toch. Ja, geen probleem. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, een hele fijne dag gewenst. Geniet, want het is weer prachtig mooi weer. Maar geniet ook met ons mee. Ik zou zeggen, gewoon doen. En vind je deze vlog nou leuk? Duimpje omhoog. En natuurlijk eventjes je eigen aanmelden. Dat is ook rechtsonder. En op het belletje klikken. Want dan blijf je altijd ook op de hoogte. Dat er weer een vlog online is gekomen van ons. Ja, en ook wat je kan doen is natuurlijk... Even een leuke reactie eronder zetten. Want je krijgt altijd antwoord van mij terug. Dus gewoon doen. Zo, lieve vrienden. Ja, we zijn alweer een klein uurtje thuis. Ja. Ik ben de hele stad door geweest. Tenminste, inderdaad de hele stad. Want ik ben eerst bloedwezen prikken. Pijstertjes zitten nog op. Komt vanavond wel. Geen zin in. Moet ik mijn mouwen omhoog doen. En ik heb het niet al te warm. Ik heb wel een klein beetje hoofdpijn, maar dat gaat ook hopelijk wel weer weg. Maar ik ben ook back af. Ben vanaf de dokterpraktijk ben naar het politiebureau geweest om mijn, hoe heet dat ding, USB-stickje proberen terug te halen. Maar ze zijn nog steeds met het onderzoek bezig. Nou ja, ik krijg hem dus nog niet. In ieder geval, van daaruit ben ik naar de Action geweest. Ik heb daar even wat gehaald, het een en het ander heb ik gehaald allemaal. Ik weet het zo uit mijn hoofd allemaal niet. Ja, ook spul om je terras en de picknicktafel, dat groene spul allemaal eraf te kunnen boenen. Mag ik er even bij? Hallo. Maar ik heb ook wat voor Rijka gekocht. Een jasje. Nou... Deze is rijk weer te groot, maar een lekker geslacht kleiner is die weer te klein. Dus je kan beter dan eentje die ietsje te groot is dan die te klein is. Dus ja, staat er heel pittig. En ik zal hem zo meteen aandoen, want we gaan eventjes weer lopen. Ze heeft nog wat vroeg geweest, maar ze moeten er nou weer even eruit. En dan krijgt de Rijka hem dus aan. En dat is helemaal leuk, ja. Hij is groot zat. Dus pas er mooi in. Lekker warm, lekker behagelijk. En ook, ik hoop dat hij ook regen tegenhoudt. Anders moet ik hem even inspuiten van de week. Ja, lijkt me wel zo handig. En het is met klittenband. Want de hals die is er ook wel te groot. Nou ja, niks aan te doen. Nee, niks aan te doen. Wat hebben we nog meer? Gusje, dikke doosjes.
Oh ja, en ik ben nog naar de FOMA geweest. Ik ben nog bij de apotheek geweest. Nou, dat moet ik, dat kan daar niet betaald worden. Dat moet ik via mijn mobiel doen. Ook heb ik een klacht ingediend vanwege dat de naam van mijn man erin stond. Zij heeft de brief gekopieerd en bij de apotheek zelf, bij die man, op zijn bureau neergelegen. En ja, hopen dat het al goed gaat komen. Ik weet het anders ook niet. Maar in ieder geval, wij gaan lekker even lopen. En als ik wat leuk zie, misschien de zeehondjes weer, ik weet het niet. Dan pak ik jullie erbij. Onderweg ook naar de dokter, niks gezien aan leuke dingen. Ook niet de terugweg, niks gezien aan leuke dingen. Dus ja, kan ik ook moeilijk de camera erbij pakken om jullie ervan mee te laten genieten. Dat gaat niet, hè. Als ik niks zie van, hé, hey, leuk, gezellig, boepie, nee. Niks gezien. Maar ja, maakt niet uit. Wie weet, komt het ooit weer. Ja. Iedereen was ook gehaast, behalve ik. Ik reed zo heerlijk. Ja, ik denk, bekijk het maar. Mijn dag. Ja, toch? Maar oké. Die grote daar, die ligt de mopperen van vrouwtje, schiet op. Ik wil eruit. Rijka, die had overgegeven naar zijn stoel. De stoel kan ik geloof ik alweer goed zitten. Dat is alweer droog. Daar het overgegeven. Dus ja, dan gaan we even goed zetten. Zo. Kijk of ik een koffie al op heb. Ja, die krop. Mooi. Nou ja, dan ga ik me klaarmaken om met de meisjes uit te gaan. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien ben ik al op mijn slaapkamer. Ik ga me zo uitkleden. Ik heb mijn make-up er al af, dus ik ga lekker slapen, want het is al knap laat. Hè? Kan het half of niet dan? Het is 2:04. Karin die hakt zelfs net nog aan de telefoon, dus die is nog later, want die was met van alles en nog wat bezig. Ja, nou, ja, zij liever dan ik. Ik ga om deze tijd niet meer aan het werk of zo. Nee hoor. Echt niet. Ik heb mijn best gedaan vandaag. Ik heb ook 3 vlogs in elkaar weten te zetten. Dus ik heb mijn best weer gedaan. Ja, je bent lief. Daar ligt Elwin. Ik weet niet of jullie dat zien. Rijka ligt zoals gewoonlijk. Hieronder. En daar hebben we Kandalfie. Kandalfie. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant voor de nacht.